samen met mijn valies klaar om te vertrekken, boys. Oh. Dat is die grappig. Er komt gewoon een robot ons eten brengen. En ons eten staat er gewoon op. En nu is het tijd, blijkbaar, voor mijn eerste cadeau. Goedemorgen dames en heren, welkom weer in een gloednieuwe vlog. Ik sta hier bij de deur en samen met mijn valies klaar om te vertrekken. Boy is al een heel deel aan het inladen in ons busje, ons avonturenbusje. Want daar zijn we ook mee helemaal naar Spanje gereden en daar gaan we nu weer 200 kilometer mee rijden. Ik had gisteren gezegd, laat weten in de comments waar we naartoe gaan en degenen die het juist hebben, die krijgen een sticker opgestuurd van BFM. Dus we gaan vertrekken. Het is een beetje chaos geweest al. We hebben hier nog van alles gedaan. Nog opgeruimd. Ik heb nog heel veel werk gehad. Wat eigenlijk nog altijd niet af is, maar dat neemt zoveel tijd in beslag. Dus daarom gaan we er nu even tussenuit, hè. Ja. Dus de laatste valies gaat in de auto en dan gaan we stilletjes vertrekken. Ging je al gezegd naar waar? Nee. Nee, nog steeds niet. Wacht, ik moet mijn zonnebril nog pakken. Dat is wel belangrijk tijdens het rijden. Ook echt nog steeds super blij met deze bril, mensen. Die heb ik voor mijn verjaardag al gekregen van mijn mama. Ik ben trouwens morgen jarig, daarom gaan we eigenlijk ook weg. Om ja, gewoon er even tussenuit te zijn. Ik word 21 morgen, echt gek. 21 jaar al. Crazy. Maar dat gaan we dus nu ergens vieren. Eén nachtje weg. Super veel zin in. Kijk eens, we hebben het adres ingegeven. Het is 199 kilometer. We hebben ook wel al een stukje gereden, want we zijn bij de winkel. Bo gaat hier nog even een worstenbroodje halen, want ik had al honger. Ook al is het nog geen middag of zo. Maar gewoon lekker voor onderweg. En even een lekker sappie. Een beetje suiker, want ik ben eigenlijk echt kapot. Ik weet niet of jullie het zien aan mij of als ik iets rustiger ben vandaag of zo, dan ligt het daar aan. Maar ik heb deze nacht nog super lang zitten editen. Nu deze morgen super vroeg opgestaan om te editen. En zo'n computerwerk maakt mij gewoon echt kapot, hoor. En dat was de laatste weken wel sowieso al wel meer het editwerk. Dus ik zat sowieso al langer en meer achter de computer. En dat heeft mij wel echt gesloopt. Dus ik ben wel echt blij dat we even weggaan. Ik had het wel graag afgehad voordat we weggingen. Maar ja, dat is nu niet. Daar baal ik wel van. Want nu, ja. Ook al gaat je er even tussenuit, toch neem je die stress mee of zo. Gisteren kon ik ook echt moeilijk in slaap geraken. Door gewoon wetende dat ik 's morgens weer op moest staan. Om dat nog snel af te maken. Maar ja, dat is dus niet gelukt. Het is nu zo. We gaan er even 2 dagen tussenuit. Super chill wel. En we gaan echt naar een plek waar het echt normaal op deze periode van het jaar super rustig is. En dat vind ik echt nice. Want we hebben dat vorig jaar ook gedaan op mijn verjaardag. Het jaar daarvoor ook, denk ik. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben er alleszins wel al een paar keer geweest in het Bo. Het is echt super chill, super rustig. Dus ik kijk er wel echt naar uit. En zoals ik al zei, het is 2 uurtjes rijden. Dus ja, easy. Dat doe ik wel in 1 stuk. We gaan nu hier nog even worstenbroodje halen, zoals ik al zei. Bo is binnen. Dan gaan we nog even tanken. En dan gaan we vertrekken. Oh mensen, dit is zo lekker, hè. Lekker worstenbroodje. Altijd goed. En kijk dit even. Dus precies 2 uur rijden, 200 kilometer. En ziet er satisfying uit. We zijn er, dames en heren. 2 uurtjes gereden, bijna geen file gehad. Het is ook zondag. Alsnog eigenlijk wel iets van file gehad, maar goed. We zijn er. Misschien zien jullie het al een beetje aan de omgeving waar we zijn. Maar ik heb Bol afgezet hier in de buurt, waar we dus verblijven. En ik ben nu parking aan het zoeken, maar parking is echt rampzalig hier. Dus even kijken waar plaats is. Alright, we hebben parking gevonden. Ik heb hier er was nog 1 plaatje, mensen. Besef, we staan hier echt op een super grote parking, maar er was nog maar 1 plaatje. En als ik nu de GPS laat zien, dan weten jullie ook waar we zijn. Dus komt ie dan. 3, 2, 1. Voilà. We zijn gewoon aan de zee. Super leuk. Even uitwaaien hier. Het is wel een beetje druk is vandaag. Ik denk omdat het herfstvakantie is. Want dat was ik helemaal vergeten eigenlijk. Maar ik ga mijn spullen pakken. Boy heeft ook al wat spullen mee. En dan ga ik uitstappen. En dan gaan we naar het appartement. Kijk eens, loop ik dan. Ik heb hier echt al 3 uur moeten zoeken of zo. Nou, dat is nu ook weer overdreven. Maar ik heb hier toch een kwartier staan zoeken voor de betaalautomaat te vinden. Dat was echt moeilijk te vinden. Maar die staat daar helemaal van achter. Achterin ergens. Maar goed, nu even wandelen naar Bo. Zo, dat gaat wel heel lang af. Ik had Bo gebeld of ze de deuren openen. Ah, kijk, nu is het gestopt. We gaan eens de lift pakken. Kijk. Hallo. Nu gaan we dus naar boven en gaan we lekker alles uitpakken en gewoon chillen. Super nice dit. Let's go.
shit, gast. What the fuck? Ik dacht, waarom heeft hij nu nog niet open gedaan? Ik hoorde je zo praten. Wauw, zijn we dan gewoon weer. Hoeveel jaar komen we hier nu al mijn verjaardag vieren? Dat vroeg ik mij daar straks af. Is dat nu de tweede of de derde keer? Tweede nog maar. Maar kijk eens van uitzicht, het is wel veranderd hoor. We gaan eens de deur open doen hier. Want ze zijn hier dus een nieuw casino aan het bouwen in Middelkerke. Dus het uitzicht is wel veranderd. Doe het raam open. Kijk. Echt cool wel. Wordt dat nog hoger of is het dat? Nee, dit is het denk ik. Dat is het. Dat is hoog hoor. Ja, dat is wel echt hoog. Daar ziet je toch hoe het wordt? Want daar... die koepel, dat is dat nu. Ja, daar zie je op de posters hoe het wordt. We zullen dat straks eens van dichtbij bekijken, maar... Het is wel echt al een verandering. En dat is het, zo, daar komt een hotel Daar komt een hotel, ja. Wajow. Ja, het is wel echt een enorme verandering van het uitzicht. Normaal zagen we heel het uitzicht van de zee en het strand, maar dat is nu helemaal weg eigenlijk. Hè. Alleen ja, zo daar nog de kantjes, ziet maar je de zee. Vinden? Nee. Is dat zo mooi, maar misschien gaat het wel heel druk worden. Dat wel, ja. Het gaat wel volk trekken sowieso, als het af is. Want triest weer, hè. Maar wel gezellig. Gezellig, ja. Net besefte ik me nog iets. Had jij mijn jas meegenomen? Ja? Ja. Ja, die ligt in de auto toch? Nee, die ligt niet in de auto. Vanachter? Ja. Oh, dan moet ik thuis gaan kijken, want die heb ik niet gezien. Die ligt in de auto. Vanachter? Die hing op de valies. Je hebt die over mijn valies gehangen en dan heb ik mijn valies erin gelegd en heb ik de jas ook in de auto gelegd. Ja, dan ligt die daar nog ergens in. Want zoals je ziet aan het weertje, dat is wel nodig hier. Oh, kijk hoe mooi. De zon heeft geschenen. Of is aan het schijnen. Wow, is dat wel weer een zin, zeg. Kijk hoe mooi. De zon heeft geschenen. Zeg, moet ik dit knippen of niet? Nee, fuck it. Dus, de zon is aan het schijnen en het heeft net geregend. Dus kijk, het is een mooie regenboog. Oh, en de tram rijdt weg. Ook altijd een vibe zo, die geluiden. Maar we hebben zo'n ping gemist. Ja, die heeft dat nog niet gedaan, denk ik. Jawel, net wel toen jij de parking zoeken werkt. Ah. Timo en voor de mensen die dat weten, of al eens een tram gehoord hebben, die hebben altijd zo'n belletje of zo. Dat is wel leuk om te horen. Zo. Dat doet ons altijd denken aan zee hier. Wauw, het is wel leuk als zonnetje zo schijnt. Zullen we eens een wandeling gaan maken? Ja, de zeelucht is opzoeken. Ja, we gaan eens naar het strand. Dus we gaan weer naar beneden. En dan gaan we even lekker wandelen hier aan zee. Ja. Het enige nadeel aan de zee is altijd zoveel zand aan je schoenen. Ja. Dus we gaan morgen weer mogen stofzuigen. Ah ja, je hebt die opgerold. Ja, even zodat ik hier niet in de zand trap. Ga maar naar buiten, de deur is open. Ja. Ik heb ook even mijn jas gehaald in de auto, want het is hier een beetje frisser. Maar kijk eens! Zijn we dan? Hoe chill is dit? Heel chill. Ik vind het echt fijn, ja. Echt nice. Daarachter is het casino. We zijn al een stukje verder gewandeld, want hier in de buurt zit de auto. En mijn jas lag nog in de auto, dus... Weet je wat wel echt gek is? Ik ga gewoon dit jaar mijn verjaardag voor de eerste keer vloggen. Ik ga gewoon... cadeautje. Ja, alles filmen. Dat is echt wel gek om te beseffen. Ik weet echt nog dat we vorig jaar hier ook waren. Dat was ook echt heel nice. Ik kan hier echt tot rust komen aan de zee. Genieten van het geluid van de golven en zo. Wow, op camera zien die wolken er wel echt heel gek uit, man. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Pas op, hè, joh. Hoe gaat je zo zitten? Oké. Okay. Dat is geen goed idee. Hier is uw drinken. Mooi. Wauw. Cool. Hier, het nieuws, het weerbericht. Hallo mensen, ik heb zelfs mijn statief mee. Dan kunnen we mooie shots maken hier. Wil jij nog iets zeggen? Het waait precies een beetje over. Ja. Oei. Oh, voorzichtig, Bo. Nee, kijk mensen, ik heb mijn statief mee. Dat is super handig. Kan ik gewoon de camera daarop zetten. En dan kan ik zo mooie shots maken voor jullie van de zee. En van mij. Daarachter is dus het casino. En dit is hoe het er binnenkant gaat uitzien helemaal. Hier. Dit is hoe het buitenkant gaat uitzien langs de zeekant. Er komen dus stapjes naar de dijk toe. Ziet je dat? Ja, dat is cool, hè. Naar het strand bedoelt je? Naar het strand. Kijk, dit is de binnenkant. Gaat al echt mooi worden, hoor. Kom eens kijken hoe het hotel er gaat uitzien. Het hotel. Wow. Wow. Ja, dat is wel vet, ja. Als die kamers er zo gaan uitzien, is wel heel cool. Hier zit je ook al de verdiepen. Wauw. Oei, oei, oei. Kijk eens, lekker. We hebben even pannenkoeken gehaald uit de Carrefour. Gewoon uit zo'n zakje. Of uit zo'n doosje, ja, wij zijn. Laat het even zien aan de kijkers. Kijk, uit zo'n pak. Super lekker. Dus hebben we ook even suiker gehaald. En dan gaan we nu even lekker middag eten hier. Lekker smullen. Dit is trouwens ook echt mijn lievelingssuiker, mensen. Voor pannenkoeken. Kinnekensuiker noemen wij dat. Of ja, hoe noemt dit eigenlijk? Lichtbruine suiker. Of potsuiker. Het is verschillende namen, maar dat is gewoon deze. Oh, dat is echt de beste. Oei, wacht, mijn pannenkoeken. Moet ik nog even uit elkaar leggen? Laat het nog eens zien. Oh. Dat is die grap, hé. Wat hangt er op je klep? Oh.
Ik kan niet meer. Oh. Oh. Ik zal me wel afvassen dan, hè. Oh, dat vind ik echt mooi. Oh, schat. Wacht, dan ga je toch het water verder op het rij. Ja. Gast. Oh, ik vind het zo mooi hoe jij ook gewoon verder doet. Ik wacht. Wacht, ik ga het water verder openzetten. Dat kan toch niet? Ik heb dat helemaal opengezet. Ik ben heel bang, joh. Hoe kan dit? Het zal dan wel afgewassen zijn, denk ik. Dat ziet er gewoon zo grappig uit hoe je dat bestek af probeert te spoelen. Ja, kijk, die doen we ook. Oei, oei. Het werkt. Het werkt terug. Ja, zoals jullie zien, Bo had het water nog gefixt of zal het gewoon even laten lopen. En nu loopt het wel gewoon normaal, dus dat is wel nice. Want zoals jullie zagen, dat was niet echt handig om zo te afwassen. Of de afwas te doen. We hebben hier even gechilled in de zetel. Even een half uurtje. Want ik had echt even een dip. Gisteren super laat opgebleven. Vandaag super vroeg opgestaan voor te editen. Ik heb ook echt de hele dag al een drukkend gevoel op mijn borst. Ik weet niet waarom. Maar de hele tijd met inademen ook en zo. Ja, Bo roept even van uit een andere kamer dat ik op Insta moet kijken. Er is blijkbaar een orka aangespoeld op het strand van de Pannen. Zeer uitzonderlijk. Ik zal even een foto in beeld laten komen. Pannen, ik ga eens eigenlijk opzoeken hoe ver dat is van hier. Want wij zitten dus in Middelkerk. Wow, dat is wel een half uur rijden. Maar dan zien we misschien wel een orka. Zou ze eens vragen aan Bo. Er is trouwens nog nieuws vandaag. Ik weet niet of er mensen zijn die mijn vlogs kijken, die ook Friends hebben gekeken of misschien nog steeds kijken. De meest populaire sitcom van de wereld. Het is dus eigenlijk een komische serie over vrienden en dat speelt zich altijd op dezelfde plaatsen af. Dat is dus eigenlijk een sitcom, maar Friends was de meest populaire en Matthew Perry, oftewel Chandler, is gewoon vandaag gestorven. Wow, ik zag deze morgen het nieuws, ik dacht echt, kan toch niet? Ik denk dat hij 3 of 54 jaar was en hij heeft gewoon een hartstilstand gekregen in zijn jacuzzi en is dan verdronken. Dat is wel echt heftig. Ik kon dat echt niet geloven deze morgen. Ik heb die serie 2 keer uitgekeken en ik was dan een derde keer begonnen in het begin van het jaar om die terug te kijken. Nu heb ik daar wel geen tijd meer voor, maar oh. Wat vond jij van het nieuws van Chandler? Ja, heel triestig. Ja, dat was echt. Ik kon dat echt niet geloven deze morgen. Maar ja, het is helaas gebeurd. En wat deze nacht ook gebeurd is, is het uur is verzet. Het is van 3 uur naar 2 uur gegaan. Daarom was ik zelf ook veel vroeger wakker, denk ik. Ik was voor mijn wekker wakker. Maar dat wil dus ook zeggen dat hier gewoon vandaag de zon om 5:30 onder is. En dat is echt vroeg. Daar gaan we echt aan moeten wennen, hè. Ja. En voordat je het weet is het dan binnenkort weer donker om 5 uur. En dat is gewoon 5 uur vroeger als in de zomer. Want in de zomer is het pas donker om 10 uur of zo. Wow, mensen, het begint even keihard te regenen buiten. Iedereen, je ziet ook iedereen wegvluchten daar, kijk. City vibe. Alle mensen willen daar de gamehall binnenlopen. Want ja, daar op de hoek is een gamehall. Ja, en daar gaan we misschien nog binnen. Straks, ja? Oh, mooie foto gemaakt. Ja, de zon zet uit. Ah ja, wow, cool, kijk. Het is wel een nice shot dit. Oh. Je ziet ook iedereen daaronder schuilen. Ja, het regent best hard. Wow. Yo mensen, check dit! Kijk hoe hard het regent. Door de zon ziet je dat echt super goed. Wow, het ram net even af. Wow, en daarachter, kijk hoe donker. En hoe heftig de zee is. Hé, kijk daar! Wow, wow! Wow, wow, dubbele regenboog. Wow, windje wel hoor. Kijk, Bo waait bijna weg. We gaan hier eens een trapje nemen. Oeh, lekker dratsig hier. We gaan de schoenen wel volhangen met zand, maar ja. We zijn aan de zee, dan is dat logisch. Kijk, hier zie je ook dat ze een hele ondergrondse parking aan het maken zijn hier ook voor het casino. Handen heb ik ook. Heb je nu al kou? Handen. Oh, de wind, ja. Nee, wat een storm aan de zee, ja. Kijk mijn haar ook. Oh, wauw. Wat besef de lucht dan, dames en heren? Dat is niet oké, hoor. Storm? Ja. Dat zou wel echt nice zijn om eens mee te maken hier, denk ik. Oh, daar is het wel mooi. Ik had net ook echt een mooi shot gemaakt met de GSM van de lucht. Dat zien jullie waarschijnlijk nu. Ik ben helemaal bezig. Of is dat vloed? Huh? Dat het water zo wegtrekt. Is dat appelvloed? Ik heb eigenlijk echt geen idee. Waar is mijn haar? Je ziet hier ook, als je goed kijkt, als je...
Wow, die meeuw. Die waait gewoon weg, joh. Die waait gewoon zijwaarts weg. Dat is echt raar om te zien. Je ziet hier ook al die zand vandaar komen. Ja, is toch niet normaal dit? Zo'n donkere lucht heb ik echt nog nooit gezien. Hier super blauw, echt mooi. Maar dan daar... crazy. Bo voelt ineens iets heel glad onder haar voet. Gaat ze... bijna weg, hè. Gaat ze hier gewoon op een kwal staan. Je ziet haar voetafdruk. Blah. Horen die ons zelfs? Ik weet het eigenlijk echt niet. Kijk joh, one shot is dit joh. Grill. Oh, en hier achter mij mensen is dus het nieuwe casino. Kijk eens hoe nice dat eruit ziet. Ik zou er echt wel eens binnen willen kijken als het helemaal af is. Maar dit is dus al helemaal nieuw. Dat was vorige keer niet heel die... ja, eigenlijk alles wat je ziet. Kijk, maar joh, nu kun je echt zo gaan liggen. Yo. Hoe hard zou het waaien? Hoeveel kilometer per uur is dit? Kijk, al die zand hier ook. Ziet er wel echt cool uit hoe dat zo over het strand glijdt. We gaan eens kijken of we een kijkje kunnen nemen hier. Als we hierop kunnen wandelen, ik denk het niet. Het gaat echt super glad zijn dit. Oh, dat is ook echt stijl. Wow. Ja, dit gaat... misschien met een aanloop. Wow. Ja, dit gaat dus niet. Zeg nou eens, dit is heel interessant. Dit is heel interessant. Wat? We zitten op 21 miles per hour. En als je moet niet roepen hoor. Als ik dat opzoek, dan zitten we hier ongeveer. Strong breeze. En 28 is een storm. Oh joh, dus we zitten eigenlijk bijna op een storm. Heel erg op een storm af. Ja, is inderdaad wel interessant. Ja, zo voelt het ook wel hoor. Het voelt echt stormweertje dit. Wel echt lekker. Maar, is het altijd nog heftiger? Ja, een zee is sowieso altijd heftiger, maar ik vind dat aan de zee ook hoort of zo. Weet je niet wat ik bedoel? Hier is het echt nice of zo. Oh, kijk dat. Hier ook al die zand daar weer wegwaaien. Zelfs dat voor mensen die aan de zee wonen, boeit dit allemaal niet meer. Omdat wij hier zo zelden komen, zijn we gewoon echt toeristen in eigen land. We hebben een nieuwe kwal gevonden. Ja. Die ziet er echt naar jelly uit. Kan niet aanraken, hè? Gedaan. Kijk eens hoe wild de zee is. Wauw man. Daar wilt je nu echt niet in zwemmen hoor. Nee. Dat is echt heftig. Ik moet pipi doen van het geluid. Ik proef dat zout gewoon. Wow, wel mooi hier hoor. De zon zo. Want daar is het wel echt keihard aan het stormen denk ik. Het is echt heftig. Ja, het waait echt heel hard. Hoe wild de zee ook is, toch geeft dat een soort rust of zo. Al die golven. Ik kan er echt van genieten. Kijk eens, het is alweer dichter aan het komen. Dus vloed of app, ik heb echt geen idee. Ik moet dat zelfs eens opzoeken. Maar de zee geeft mij altijd zo'n rust. Ik hou hier echt van. Wow, kijk, 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 kijk. Ah, het is echt weer dichter aan het komen hoor. Wat gebeurt hier nou weer? Wat staat hier? Nou, je ziet er echt niks van op camera. Maar er staat de jamies.be en dan stemmen op BFM. Link in de beschrijving. Ja, 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 ja. Nog een kwal. Nog een kwal, we gaan kijken. Waarom? Het begint te regenen. Het begint te regenen. Oh, hier kunnen we niet door. Ik moet hier overspringen. Gaat mij dat lukken? Ja, denk ik. Wow, kijk hoe blauw die is. Kijk dit. Zo rare dieren eigenlijk, hè. Kijk, hier ligt nog eentje. Die worden zelfs natuurlijk allemaal weer meegesleurd door het water wat nu dichter komt. De boel loopt daar helemaal van achter. Zit je bijna niet lopen, zo klein. We gaan terug naar binnen, want het begint echt fel te regenen en te stormen. Zo! Dit is toch niet normaal, joh. Dit is echt... wauw. Oh! Wat is dit? Wow. Het is echt keihard aan het waaien. Wat was dit? Niet nice. Ik was er net nog mee aan het lachen, maar...
We zijn even aan het schuilen hier, zoals je ziet, het is super donker ineens. Ja, dit is zo... Kent je als je moet lopen bij LO en dat doet zo pijn in de winter? Ja. Oh, we zijn echt even moeten gaan schuilen, want het begon gewoon een keer te waaien. En het regenen en het stormen. Kijk, bij mij zie je het niet echt, maar uw hele jas is nat, uw hele broek is nat. Ook helemaal nat. Er was ook niemand meer te zien, hè? Nee, iedereen ging ook van het strand af. Nu is het ook echt een spookstad hier ineens. Niemand meer te zien. Wel echt even nice, ja. Die wind. Oh, I love it. Gewoon de zee-vibes. Echt chill hier. Hier kan ik echt tot rust komen. Kijk dit, dames en heren. Hier kunnen we allemaal zo grabbelen. Hier komen we misschien straks nog terug. Met 4 euro. Nee, maar je hebt hier nog veel meer natuurlijk. Maar dat is voor straks. Hoe zie ik eruit, hè. Nou. Lens hangt ook vol regen. We hebben het wel overleefd. Wel lekker, ja. Oh, ik hou echt van de wind gewoon. Ik hou ook van de wind, maar niet als ik niet vooruit kan. Ja, je zit gewoon te klein daarvoor. Ja. Inmiddels is het helemaal donker buiten, dames en heren. Ik heb ook even een bad gepakt, geloof het of niet. Ik heb hier aan zee gewoon een bad gepakt. Ik had zo koud, dus ik heb gewoon een lekker bad genomen. Oké, ik heb een bad genomen. Een bad gepakt is misschien iets dialect of zo. Maar goed, we gaan hier de lift instappen en naar beneden. Nul. En dan gaan we lekker eten. Hopelijk. Het is druk. Het is druk in Middelkerken. En dus, ik kon niet reserveren. Ben benieuwd. Ik heb al echt super veel honger. Okay? Ik ook. Gewoon goesting. We gaan ofwel Italiaan ofwel hier beneden. Hier beneden is gewoon zo'n brasserie waar je alles kunt eten. Ja, maar... lekker. We gaan eerst naar de Italiaans kijken. Yes, dus we gaan even kijken waar we gaan eten. Let's go. Dus let's go. En dan hangt het natuurlijk van het restaurant af waar we gaan kiezen. Als we Italiaan kiezen, dan is het natuurlijk iets van pizza of pasta. En als we hier iets kiezen, dan is het veel meer keuze. Oei, wel. Hier zit niemand. Oké, we hebben daar even gekeken bij de Italiaan, maar het is best krap daar. Mensen zitten daar heel kort op elkaar, dat is niet zo handig. Dus we gaan eens even naar daar lopen. Laten we eens kijken of daar plaats is. Willen we hier zijn? Willen we hier zijn? Oei, oei. Cute. Wat was dat? Wat gebeurde er? Ik weet niet. Dat was gewoon allesbehalve gezellig. En dat was muisstil. Er was gewoon geen lawaai. Dat was echt raar. Muisstil, normaal, als je een restaurant binnengaat, dan is er altijd iets van achtergrondlawaai. Bijvoorbeeld muziek. Of mensen die praten. Of de combinatie. Maar we kwamen er binnen, het was muisstil. We werden dan nog eens in het midden van het restaurant gezet. We zaten gewoon omsingeld door al de rest. Super raar. Dus we wilden eigenlijk opstaan. Toen kwam de ober al en toen hebben we gewoon even drinken besteld. En dan zijn we dat drinken echt op 2 minuten. We hebben daar nog geen 10 minuten gezeten. Dus nu gaan we even... We kregen wel kaarsjes. Shout-out. We hebben wel kaarsjes gekregen, maar nu gaan we even iets anders zoeken. Een beetje rondkijken hier waar we nog kunnen eten. Maar dat was gewoon niet de vibe daar. Ik heb net gekeken op mijn camera en ik heb het vorige shot dat we daar stonden te praten en gingen zeggen dat we een nieuwe restaurant gingen zoeken. Dat heb ik opgenomen 3 kwartier geleden. Ja, en we vinden maar niks. We zijn nog steeds aan het zoeken. Mijn haar is gewoon doorweekt. We zijn nog steeds aan het rondlopen hier in Middelkerken en aan het zoeken naar iets. Maar ofwel is het super druk, ofwel ongezellig. Of... Niet dan gewoon super druk. Ja. Of gewoon heel kort op elkaar en dat is niet nice. Nee, we willen niet een ander man zijn bord kijken. Ja. Maar echt heel kort. Misschien kun je het hier eens filmen. Ja, nee, dat ga ik niet doen, maar mensen kunnen zich wel iets bij inbeelden. Je zit hier gewoon echt tegen elkaar bijna. Maar goed, we gaan nu nog even wachten waarschijnlijk. Want het is nu 8 uur in de avond, tot het iets minder druk is. En dan gaan we kijken bij een restaurant waar we net voorbij zijn gelopen, waar het wel gezellig uitzag, of het daar iets minder druk is. Zodat we een beetje aan de kant kunnen zitten. En dan gaan we daar eten. Hopen we. Het regent. Het regent. Maar het is wel gezellig. Ik vind het echt gezellig. Ik vind het regen vandaag echt niet erg. Ik vind het regen iets leuk. Yep. Ik had net een heel shot opgenomen. Was ik blijkbaar niet aan het filmen. Maar ik wou dus vertellen. We zijn niet voor niks. Of we gaan niet voor niks uit eten. Maar dat is omdat ik dus jarig ben binnen enkele uurtjes. Ik word gewoon 21. Crazy. We zitten. We zitten gewoon. We zitten. Ergens gezellig. Ergens heel gezellig. Het restaurant noemt Mali's. Dus, klinkt al gezellig. En Bo heeft hier gewoon een zakje met nootjes. Dat heb ik nog nooit gezien. Normaal krijg je dat in een kommetje. Ja, is open. Gewoon, ja, dus open. We hebben ook al besteld. Want normaal is de keuken al dicht. Normaal is de keuken dicht om 8. Ja. Okay. Het is 7:15, dus we mogen gelukkig nog even eten. Omdat we iets simpel houden, idee. En mijn haar is helemaal doorweekt. Hoe je de lens is ook wel zie. Dus mijn haar zit gewoon te druppen in mijn nek. Oh, kijk hoe cute het is.
En zien, oh, die nootjes daarin. Even proeven. Wel lekker, denk ik. Taste test. Heel hygiënisch. Want normaal gooien ze nootjes. Ik heb dus gehoord dat mensen zoals die nootjes gewoon terug in een pot gooien. Ja, dit is wel beter. Kunnen we ook meenemen. Oké, handig. Oh my god, wat is dit? Dat kan toch niet? Is dat voor ons? Ja. Er komt gewoon een robot ons eten brengen. Wat is dit? Hoe cool is dat? Wow. Kijk daar. En ons eten staat er gewoon op. Miauw. Kijk, nu gaat hij terug weg. Hoe cool is dit? Ik heb dat nooit gezien, hè. Oh my god, kijk eens hoe lekker. Ja, die zei, terwijl die vrouw het eten hier neerzette, zei die robot ook, uw eten wordt nu geserveerd. We hebben dus allebei een idee met frietjes, lekker simpel. Dus het gaat echt lekker zijn. Simpel, maar really good. Oh, het waait hard. Shoutout naar... Mali's. Dit restaurant, of brasserie moet ik eigenlijk zeggen, wauw. We mochten hier gewoon nog eten terwijl eigenlijk de keuken toe was. Ja. Het was super lekker. En heel goede service. Goede service, vriendelijke mensen. En er was gewoon een kattenrobot die ons eten kwam brengen. Ja. Hoe vet was dat? Heel goede muziek. Heel goede muziek. Heel gezellig. Aangename temperatuur. Restaurant was gewoon top. Je mocht zelf kiezen waar je zat. Ja. We mochten zelf kiezen waar we zaten. Ja, inderdaad. Dat is wel echt iets wat ik haat. Als je een restaurant binnengaat en de ober kiest waar je zit. Daar kan ik echt niet tegen. Je ziet zo een plaatje wat je wilt. Ja, en inderdaad. Je pakt zo de ander. Dat hadden we dus de eerste keer eigenlijk aan de hand. We dachten, we gaan zo'n beetje aan de zijkant aan de venster zitten. Ja, hij dacht er anders over. Maar ja, toen nam hij ons mee naar echt het meest rare plekje van het restaurant. Gewoon in het midden, omsingeld door allemaal andere mensen. Ja. Dus daar zijn we heel snel buiten gegaan. Alles is nat. Heel mijn schoenen zijn nat. Heel mijn broek. Ja, ik ga de camera ook wegsteken, want die wordt ook zeiknat. Ja, doei, tot zo. We zijn weer lekker binnen. We zijn aan het opdrogen. De jassen liggen ook op de verwarming, want die zijn zeiknat. Zeker die van Bo. Check dat even. Je ziet gewoon het kleurenverschil helemaal. Ja, op camera iets minder, maar helemaal nat. En nu is het tijd, blijkbaar, voor mijn eerste cadeau. Ja, dit is het is geraar binnen een paar uur, ik denk 2 uur of zo misschien. Ik heb geen idee. Ik ga het nu checken voor u. Binnen 3 uurtjes ben ik jarig. Maar aangezien we hier niet zo lang zijn, is dit dus jouw eerste cadeautje. Oké. Okay. Spannend hoor. Wow. Maar nog best groot ook. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Dus, ik ben zo benieuwd, hè. Oh my god. Wat is dat? Wacht. Dit is een warmtekruik, omdat jij altijd zo koude voeten en handen hebt. Dat is wel heel voor thuis. Huh, dit heb je toch samen ergens gezien? Dat kan. Bij iemand op YouTube. En toen zei je, dat is echt iets wat ik nodig heb. Dat doet je met kokend water. En... Oh, maar dat is perfect voor u in bed en zo, want je hebt altijd koude voeten voor aan je voeten. Dus ik dacht... Ja, voor de mensen die niet weten wat het is, dat is zo'n kruik. Nee, daar niet. Ah, jawel, hier wel. Ja. Die gaat hier open. Wow. Hier draait je dus de dop open. Ja. En dan doe je dat met kokend water en dan stik je dat er terug in. Heel chill, want ik heb gewoon altijd koud. Ik ben eens benieuwd hoe jij dat gaat vinden. Dat is wel nice. Kunnen we het direct misschien wel proberen? Misschien wel. Oh, en dan hebben we hier nog van alles lekkers. Dat is toch zo. En jij zei het nog. Ik zei net nog, gaan we niet M&M's halen? Nee, maar in de week zei je van, gaat je zo'n mandje doen? Met, mandje? Ja, je zei zo, gaat je zo'n mandje met allemaal lekkers doen? En toen had ik dat al. Ik dacht, oei. Dat is toch leuk? Ja, laat het zien hè, en dan kijken ze er allemaal in zit. We hebben M&M's, 2 zakken zelfs. Trouwens, echt een leuk mandje. Ik denk niet dat Stan hier iets mee gaat doen, maar ik misschien wel. Je hebt dat gewoon voor jezelf gekocht. Mm. Dan hebben we hier... Dus M&M's, ja. Dan hebben we hier nog eitjes met Oreo in van Milka. Super. Oh, je weet wat ik nice vind. Hè. Oh my god. Toblerone. Ja, deze. Dat was ook gewoon al een sneeuw. Deze had Bodda straks ook gekocht toen we gingen vertrekken. Ik zo lekker, hè. Lekker. Wat hebben we hier nog? KitKat. Ja, die zijn nieuw of zo. Die zijn nieuw of zo voor de kerstvibe. Dus ja, ik ben gewoon benieuwd wat dat is. Chocolade iets achter. Ja. Zit er het is allemaal wel chocolade, ja. En dan uw lievelings. En dan die natuurlijk nog, hè. Zo lekker. Ja, daar ga ik al goed van snoepen zelfs. Zit je blij? Maar daarom, omdat we hier niet zo lang zijn, dacht ik ga dat nu geven, dan kun je er nu nog van snoepen. Dit is misschien wel wat vrouwelijk, maar boeien. Nee, dit vind ik echt handig. Het is lekker teddy-achtig. Ja, lekker warm. Dus dat is echt chill. En met dit kun je me altijd blij maken. Snoep en zeker chocolade en M&M's van die dingen. Dus. Ja, dankjewel, schatje. Alsjeblieft. Zoveel keus, mensen. Maar
ik ga gewoon toch voor de classics gaan, de M&M's. En we gaan even een vlogje kijken van Enzo. Of we zijn niet aan het kijken en we gaan er nu M&M's bij eten. Nee, ja, we hebben ook het hele deken van de kamer hier gelegd. Om, ja, het is gewoon gezellig. Dames en heren, het is tijd om te gaan slapen. Ik ben echt super moe. Het is 10 uur nu. Normaal was het natuurlijk al 11 uur, want het uur is natuurlijk verzet. Dus ik ben eigenlijk echt, kapot. Ik wou eigenlijk opblijven voor mijn verjaardag een beetje te vieren en zo. En dan om 12 uur in middernacht natuurlijk, jarig. Maar ik ben gewoon kapot. Ik ben echt, kapot. Ik denk gewoon van de laatste dagen, misschien zelfs weken, altijd laat op te blijven, vroeg opstaan om maar te werken, werken en te editen. En dat heeft me echt gesloopt. Zeker vandaag. Ik was gisteren ook weer super laat aan het werken. Vandaag super vroeg op. Ik ben gewoon echt kapot. Ik heb ook echt al de hele dag pijn aan mijn borst. Ik denk dat ik dat al verteld had in de video. Maar echt al de hele dag een drukkend gevoel. En dat doet echt best heel veel pijn. Dus ik weet niet wat dat is. Ik hoop dat dat morgen beter is. Maar we gaan nog eens even een frisse neus halen buiten. Kijk eens. Toch echt zalig, die zeelucht, hè. Met het nieuwe casino daar op de achtergrond. Er schijnt ook echt al de hele dag licht. En nu nog steeds, terwijl er niemand is. Misschien morgen wel, want vandaag is het zondag. Dus misschien zie je weer morgen beweging. Kan wel. Maar dames en heren, ik heb een hele leuke dag gehad vandaag. Super blij dat we nog eens op pad zijn. Ik vind het zo leuk om met Bo weg te gaan. En gewoon op pad te gaan samen. Zeker hier, we zijn hier echt al vaak geweest met z'n tweetjes. Hier komen we altijd tot rust, ook altijd in de herfst. Dus is wel echt fijn. Dus super blij dat we hier weer met z'n tweetjes zijn. Ik geniet er echt van. Het zijn echte momenten die mij rust geven. Maar nu ga ik lekker slapen voor nog meer rust. Dus ik check jullie morgen bij een gloednieuwe vlog. Morgen ben ik jarig, dus dat wordt ook weer fijn. Vergeet niet te liken en te reageren. Abonneer of niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur. En een gloednieuwe vlog. Ciao!